Helmond is druk bezig geweest met de aanleg van een glasvezelnetwerk. En wij gingen een kijkje nemen bij een inloopavond in Dierdonk, want dat is de volgende wijk. Glasvezel Helmond is een samenwerking van de gemeente Helmond en een lokaal automatiseringsbedrijf, eQuest, die al eerder in andere delen van Helmond glasvezel heeft aangelegd. En zij hebben samen de handen ineengeslagen om heel Helmond te voorzien van een modern, hoogwaardig netwerk. Ons plan is om van 2019 tot 2021 heel Helmond aan te sluiten. We gaan eigenlijk wijk voor wijk gaan we de hele stad door. En eind 2021 hopen we daarmee klaar te zijn. Jullie zijn nu eerst begonnen in de veranda. Ja, dat klopt. Daar zijn we nu bezig met de graafwerkzaamheden. Die zijn rond het eind van het jaar afgerond. En dan hopen wij door te kunnen naar de volgende wijk. En als er genoeg aanmeldingen komen voor onze deadline van 9 september, dan is Dierdonk de volgende wijk waar wij glasvezel gaan aanleggen. Ja, want eerst gaat de veranda en tegelijkertijd wordt ook Helmond Noord aangelegd. Ja, dat klopt. En dan wordt de oversteek gemaakt naar Dierdonk toe. Ja, exact. Het is zover. De eerste meters glasvezel worden vandaag aangelegd in Helmond Noord. Ik ben erg blij dat de inwoners van Helmond Noord dadelijk gaan beschikken over hun eigen glasvezelnetwerk. Nu nog vooral bedoeld voor internet en televisie. En straks gaan er ook allerlei andere diensten aangeboden worden op dit glasvezelnetwerk. Zoals digitale veiligheids- en zorgdiensten. In de wijken Brouwhuis, Rijvelberg en Stiphout zoeken we 1000 deelnemers die gratis kennis willen maken met deze digitale diensten. Dit kan alleen als mensen beschikken over een glasvezelverbinding. Inwoners uit de wijken worden met een brief hierover geïnformeerd. We gaan binnenkort starten met een aantal projecten in Helmond op glasvezel. In samenwerking met het Elkeliek ziekenhuis, in samenwerking met zorgpartijen, in samenwerking met politie. In samenwerking met een hele hoop partijen die het mogelijk maken om een hele hoop nieuwe diensten te ontwikkelen op het gebied van zorg, op het gebied van veiligheid, brandveiligheid, huisbeveiliging, etc. We zijn net begonnen in Helmond Noord. En dat ook in Marande. De Marande zullen we klaar zijn einde dit jaar, dan gaan we door naar Dierdonk. En binnen 3 jaar zal er een heel mond van de glasvezel gezien zijn. Hoe wordt die oversteek gemaakt bij het kanaal? Er liggen op verschillende plekken onder het kanaal liggen al boringen. Er zijn tunneltjes geboord. En ja, een glasvezel is niet zo groot, dus die kunnen wij er gewoon mooi bij leggen. En okay. Ziet niemand daar iets van. Wij halen alleen het stukje straat van de gemeente open. En vanaf daar boren wij eigenlijk onder de voortuin van de mensen door naar de woning. Het enige wat wij opengraven is een klein stukje aan de voorgevel om die glasvezel naar binnen te kunnen brengen. En dat wordt weer netjes dichtgemaakt, maar de voortuin die blijft bespaard. Dus ze hoeven niet bang te zijn als ze inderdaad in zee gaan met glasvezel dat de hele voortuin overhoop ligt? Nee, absoluut niet. U krijgt van ons de aansluitkosten vergoed. Normaal betaalt u €198 voor de aansluiting. Die is nu gratis. Daarnaast hebben we de providers op ons netwerk. Er zijn 4 verschillende providers waar u internet en televisie kan afnemen. Die hebben nu ook allemaal kortingsacties. Zo ja. Hopen we dus voor Dierdonk extra aantrekkelijk te maken om de overstap te wagen. Glasvezel is ten eerste sneller en stabieler dan bestaande netwerken. Maar glasvezel gaat verder dan alleen internet en televisie. We zijn ook bezig met verschillende zorgpartijen. Om toepassingen te doen als beveiliging of zorg op afstand. Maar het gaat ook verder met bijvoorbeeld mensen die normaal in het ziekenhuis zouden moeten blijven om daar gemonitord te worden. Ja. Dat die apparatuur in huis komt en via de veilige glasvezelverbinding in verbinding staat met het ziekenhuis. Okay. Dat is een nieuwe iets wat via bestaande netwerken nog niet wordt gedaan. En via glasvezel zijn we nu die mogelijkheden aan het onderzoeken samen met zorgpartners. Dat men, zal maar zeggen, in het ziekenhuis de patiënt thuis kan monitoren. Ja, exact. En dan kijkt de dokter gewoon met u mee, met sensoren die u in huis heeft. En dan hoeft u niet onnodig lang in het ziekenhuis te blijven.